Ik ben Jaël, ik kom uit Herveld. Ik zit op het ROC Nijmegen en ik volg de opleiding verzorgende IG. Met de focus op de kinderoncologie. Dus ik gebruik deze opleiding als opstapje om hierna verpleegkundige te gaan doen. Verder werk ik op een PG-afdeling, dat is voor ouderen met dementie. Ik kies er bewust voor om deze richting te doen qua werk. Omdat het mijzelf verbetert als zuster zijnde, dus in mijn werkveld, kan ik me veel meer verbreden. Ik krijg werkervaring. Ja, ik hou er gewoon echt van om mensen te helpen. Als ik een zorgvrager weer gewoon rustig het bed in heb gebracht en ze zijn dankbaar, dan merk ik dat dat wel heel veel met mij doet. Mijn missie is om het mentale gedeelte meer naar voren te schuiven. Dus de hulp die op scholen wordt geboden. Ik merk dat er nu best nog wel wat valkuilen zijn en ik denk dat het veel beter zou kunnen. Ik merk dat ik daar zelf ook last van heb gehad. Dat ik niet altijd de hulp kreeg die ik nodig had. Ik zat heel lang op een wachtlijst. Als ik met een schooldokter moest praten, duurde het 3 maanden voordat ik daar terecht kon. En daardoor kreeg ik heel veel last van herbelevingen, paniekaanvallen. En ik mezelf ook steeds slechter ging voelen. En ik denk als we die termijn korter kunnen maken, dat mbo-studenten of studenten in het algemeen zich veel beter kunnen voelen en zich kunnen focussen op wat ze willen.